Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag heb ik een superleuke unboxing voor jullie, een shoplog. En dan wil ik waarschijnlijk nog dat bord, dat krellenbord uittesten van beautybeats.nl. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb gekocht, gekregen en wat ik ga uittesten? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Dus ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen van een bedrijfje. Ik zal even haar naam hier in beeld zetten, want ik ken het niet meer uit mijn hoofd. Dus ik heb een heel leuk promotiepakketje binnengekregen. En dan heb ik ook nog heel wat leuke speeltjes gekocht en die ga ik nu aan jullie laten zien. Allereerst heb ik twee strengen met, hoe noem je dit? Lavastenen, denk ik. Dus twee van die heel schattige strengen. Met lavastenen. Dan heb ik 200 smiley polymeerkralen. Heel veel 4 mm parels. Ik weet niet exact hoeveel het er zijn, maar het zijn er echt heel veel, zoals je kan zien. En dan zo van deze platte kralen voor tussen je katsuki kralen. Zoals je kan zien. En dan heb ik afgelopen week ook nog heel veel katsuki kralen binnengekregen. Ik zal die er even bij halen. Deze katsuki kralen zijn allemaal binnengekomen. Het zijn er echt heel veel en ik heb er zelfs nog liggen. Echt heel leuk. Want per kleur heb ik er 5. En ik heb er dus nog superveel. Maar dan ga ik nu dit heel schattige pakketje unboxen. En dit is trouwens een promotorspakketje. Dus ik heb eigenlijk echt geen idee wat erin zit. Maar ik ga het even aan jullie unboxen. Of ik ga het met jullie unboxen. Dit is open. En zo ziet het er van binnen eruit. Ik zie best wel veel. Oké. Als eerste zal ik het briefje lezen. Hey Doralie, bedankt voor de samenwerking. Geniet van de juweeltjes. XXX. De hartjes zijn eetbaar. En dan staat hier haar account getagd. En ik kom nu in beeld. Wel een heel lief meisje. Oké. Ik zie twee pakjes. Hier is nog een berichtje. Met thank you. Oké. Oh, superveel sieraadjes. Kijk hoe schattig. Ik ga het er eventjes uithalen. En er zitten heel veel hartjes in. En volgens mij zijn het snoepjes. Want er stond op dat het eetbaar is. Er zijn zo van die hartjes. Maar ik zie heel leuke sieraadjes. Allereerst zie ik dit. En volgens mij is dit een telefoonkoordje als ik me niet vergis. Zo voor aan je telefoon. Echt super super schattig. En het is ook echt heel mooi. Echt heel leuk. Ik wil niet echt scherp stellen, maar dit is het telefoonkoordje. Dan zie ik er een heel schattig schelpenbandje met van die hartjeskraaltjes ertussen. Echt heel schattig. Ik zal die ook eventjes aandoen. En er zit zo'n schuifknopje bij, dus dat is heel leuk. Oh, die is zo mooi. Kijk. Ja, de hartjes zijn nu wel omgedraaid. Normaal kunt je die ook, ja, je kunt die ook zo houden dragen. Maar als je die omdraait, zijn de hartjes naar beneden, zeg maar. Maar dan zit het armbandje en het past perfect. En het is echt zo schattig. Echt heel mooi. Eens kijken wat erin zit. En het zijn echt heel schattige zakjes. Hier zit ook weer zo die hartjes in. Maar ik ga even de sieraadjes eruit halen. Allereerst zie ik dit hartje. Ik denk dat dit ook een armbandje is. Zo, allebei hartjes. Mega schattig. En dan dit. En volgens mij zit een kettingje. Dit, hè. En er zit zo'n heel schattig oogje aan. Kijk hoe schattig dit is. Ik vind die echt heel, heel mooi. Ik zal die ook eventjes omdoen. Oh my god, kijk hoe leuk dat die is. Zo schattig. Hier ben ik echt, echt heel blij mee. Echt heel erg bedankt, Anne, voor dit leuke setje. En deze heel leuke, dit heel leuke telefoonkoordje. Dus ga zeker haar account volgen, dus haar account. Want het is echt mega, mega lief. Shoplog time! Het is vandaag zondag. Ik was eigenlijk van plan om 1 video te maken en geen vlog. Maar het wordt dus nu een vlog. We zijn vandaag dus zondag 8 mei, denk ik.
En ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht, want het zit er in deze zak. Ik heb niet zo heel veel gekocht eigenlijk. Allereerst heb ik 2 doosjes gekocht. Kraaldoosjes, echt heel schattig. Ik zal die eventjes openmaken, als dat lukt. Mijn bakje is open. Mijn broertje heeft het opgedaan, want ja, het heeft het gewoon opgedaan. Dus dit is het bakje, heel schattig, met de kleuren van de regenboog. En hier kan ik dan kraaltjes in doen voor als ik op vakantie ga ofzo. Echt heel schattig, dus zo heb ik er 2. Dan ben ik ook naar de Action geweest en daar heb ik dit heel schattige fotokadertje gekocht. Want hier wil ik een leuk foto in doen. Ik heb ook deze make-up removers gekocht. En dan markeerstiften als het handig. En dan als laatste, want die zak is leeg, heb ik deze hele grote ringlight gekocht met statief. Dus die gaan we nu uittesten. Oké, ik ga het open doen, want dat is een super grote los. Oké, ik zie nu dit. Oké, ik weet niet of jullie het niet zien, maar ik zie het niet. Oké, ik zie al eerst een statief, die ga ik al uithalen. Is er geen uitlegding? Geen gebruiksaanwijziging? Wat is dit? Ja, ik moet wel op de afbeelding kijken. Oh, jullie zien me niet. Ik zal dan wel zeker op die afbeelding moeten kijken. Om het aan elkaar te kunnen zetten. Oké. Ik zeg niet dat hier ook batterijen in moet, hè? Ik hoop van niet. Oké, de statief staat. En die is echt heel, heel lang. Helemaal aan elkaar. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar die is super lang. Maar nu gaan we kijken of dat licht werkt. Anders zijn we heel erg opgelicht. Dus we gaan even insteken. En dan staat hier zo'n knopje. Het lichtje brandt. Oké, zou ik op aanklikken? Oh my god. Wat is dit? Hey. Wacht. Wacht, hè? Wat is dit? Oké, ja, hier dus. Gaat het besturen. Het is echt cool. Het is vandaag alweer maandag en ik ben al even terug van school. Ik heb net een 4-uurtje gegeten, hier een foto. Het was een ijsje met wat fruit en een halve donut. Want het is echt mega, mega warm. Ik weet niet of jullie het ook zo warm hebben als ik heb. Maar deze week was het echt zo'n min 20 graden. Volgens mij was het vandaag 25 graden. Het is echt kapot warm. Maar ik heb dus gisteren nog wat sieraadjes gemaakt. En straks ga ik weer sieraadjes maken omdat het zo leuk is. Dus ik kan misschien een timelapse maken. Ik weet het nog niet zeker. Dus waarschijnlijk ga ik dat doen. En voor de rest heb ik niks meer te zeggen. Ik heb er even wat zoetwaterpareltjes bij gehaald. Want ik wil zoetwaterparel sieraden maken. En het kralenbord van Beauty Beats BNL. Want ik wil die dus nu gaan uittesten. Maar dan ga ik nu naar onder en neem ik jullie mee. Ik heb jullie hier gezet. Dus ik hoop dat jullie mij goed zien. Of ja, mij niet zien. Ik hoop dat jullie me goed horen. Maar ik heb dus nu deze waterpareltjes. Albaanse stukjes van een ketting. Ik zal wel scherp stellen, want... Ja. Dus ja, ik vond wel een sluitingje aan met een klein kraaltje. Ik heb nog meer sluitingjes. Die zitten hierin. En dan mijn hele kralendoos met kraaltjes. En die ga ik gebruiken. Ik ga namelijk 2 kleuren gebruiken. En dat wordt roze. Pastelroze, denk ik. En pastelblauw. En dan wil ik zo in het midden een zoetwaterparel. Dus dat gaan we doen. Ik pak allereerst een zoetwaterparel bij en ik neem een vrij grote. Deze. Allee, die is niet heel groot. Maar die neem ik er maar bij. Want ik heb niet grote zoetwaterparels. Nee, ik vind die niet zo mooi. Ik ga wel voor deze. En dan doe ik op het bord ook 2 kleuren kraal die ik ga gebruiken. En ik ga voor dit soort groen. Ik vind het eigenlijk een heel mooie kleur. En die doe ik even op mijn bordje. Zo, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar je hebt dus kraaltjes. En dan wil ik ook iets roze-achtig.
Dan verneem ik deze, die passen wel goed bij elkaar, vind ik. Dan neem ik de kraaltjes erin, dan doe ik mijn kraaldoos weer dicht. En dan neem ik een kettinkje en ga ik beginnen met regen. Is het sigaretje af? Ja, het klopt niet helemaal met de maten. Dat is wel jammer, maar normaal zouden we dan nu de deksel erop kunnen doen. En dan zou het niet door elkaar mogen gaan. En dan ga ik nu proberen. Oké, de deksel zit er normaal gezien goed op. En dan zouden we niks door elkaar mogen gaan, hè, volgens dat ding. Of zouden we dat kunnen bewaren? Allee, ja, nu zit het wel vast, maar ik denk wel dat dat gaat verschuiven. Als ik dat op zijn kop zou houden. Dus als dat stil ligt, dan werkt dat zeker. Maar kijk, zoals jullie kunnen zien, gaan de kraaltjes wel verschuiven. Dus eigenlijk zouden we dat gewoon plat moeten leggen. En dan werkt dat perfect. Maar als je het gewoon scheef houdt of zo, dan kunnen wel de kraaltjes hier in het midden door elkaar gaan. En echt. Maar de ketting komt wel niet los. Dus de kraaltjes in het midden kunnen wel door elkaar gaan. Maar de ketting blijft normaal gezien wel vast. Zitten, dus dat is wel positief. Dus dan is het eigenlijk wel half geslaagd, denk ik. Maar dan ga ik nu meer sieraadjes maken. Het is inmiddels alweer woensdag, een paar dagen verder. Ik heb nog heel wat sieraadjes gemaakt de afgelopen dagen. En over het bord, dus eigenlijk werkt het. Want volgens mij zei ik in de video dat het maar half werkte. Maar in principe werkt het eigenlijk, want het dient alleen voor kettingen te kunnen bewaren. Dus als je dat dan op zijn kop, houdt of laat vallen, dan werkt dat in principe wel, want dat gaat nooit door elkaar gaan. Maar stel je voor dat er zitten losse kralen in, dan kunnen die wel door elkaar gaan, zoals jullie hadden gezien in het filmpje. Maar voor kettingen en andere sieraden werkt het dus prima. Maar dan was dit alweer de video, of ja, vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vlog vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!